Nou, dit is dus de hele baan als het dus uit elkaar is gehaald en bij elkaar is gezet. Levert op zich wel een best redelijk compact pakketje op. Het zou nog wel iets kleiner kunnen worden. Maar dan zou ik deze twee modules iets dichter op elkaar moeten zetten. Maar op zich, op zich valt het nog wel mee zo. Maar nou ga ik eens even kijken hoe lang het nou eigenlijk duurt om de hele baan eens op te bouwen. Dus dan ga ik maar even een timelapse video maken. Zo, na 1 uur en 10 minuten is de baan nou volledig opgebouwd. En dat is dus vanaf het moment dat het materiaal dus al op de plek ligt. Dus de tijd voor het uitladen van de auto en het naar de plek toebrengen, dat komt er ook nog bij. En het uitpakken van de treinmodellen, die tijd zal dan ook nog bijkomen. Maar op zich vind ik dit toch best redelijk dat je in 1 uur en 10 minuten dit op kan bouwen. Wat eventueel nog sneller zou kunnen en makkelijker zou kunnen is in plaats dat ik dus schroefjes gebruik voor de diagonalen bij de poorten, zou ik misschien ook kunnen vervangen door boutjes en moertjes. En is ook wat te zoeken naar de gaatjes is dan ook wat makkelijker. Dus, maar om het al is de test wel geslaagd vind ik. En bedankt voor het kijken van deze vlog en ik zie jullie wel op de beurs verschijnen.